Look how cute and good. Well, hello there, volume. Vandaag ga ik het hebben over... Nee, zal ik een lipstick doen? Is deze leuk? Er is één vraag die mij echt ontzettend veel gesteld wordt. Maar die ik eigenlijk nog nooit heb behandeld in de video. Terwijl het eigenlijk wel een heel belangrijk onderwerp is van mijn kanaal. Vanwege de naam. Hoe kom ik aan mijn inspiratie? Dus vandaag ga ik vertellen, uitleggen, laten zien waar ik allemaal mijn inspiratie vandaan haal. Want mijn kanaal heet wel leuk Inspired by Beauty. En er is veel geïnspireerd op beauty. Maar waar haal ik nou mijn inspiratie vandaan om mijn video's te maken? Maar ook om eigenlijk van alles te doen. Dus gewoon puur het onderwerp inspiratie is natuurlijk heel breed. En ja, vandaar deze video. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Kijk lekker mee. Oké, nou, mijn inspiratie haal ik echt uit ontzettend veel dingen. Omdat het zo'n breed onderwerp is, kan je eigenlijk uit alles wel inspiratie halen. Het voornaamste deel van inspiratie haal ik toch wel van het internet. Er zijn verschillende websites of ja, mensen waar ik inspiratie vanuit opdoe. Om ja, weer leuke ideetjes te krijgen voor video's bijvoorbeeld, maar ook voor andere dingen zoals ik al zei. Om te beginnen... Pinterest. Pinterest is echt gewoon mijn favoriete webshop wat betreft inspiratie opdoen. Ik kan er echt uren op zitten en kijken. En ja, het is echt gewoon, als ik inspiratie nodig heb en ik wil even snel inspiratie, dan ga ik naar Pinterest. Pinterest is gewoon super makkelijk. Ik heb daar een account en ik maak het eigenlijk, ik heb dat eigenlijk puur voor mezelf. Niet om volgers te krijgen of wat dan ook. Het is gewoon puur om borden te maken met pins die ik kan repinnen, zeg maar. Dus ik heb een bord met mijn style. Zodat ik een beetje kan kijken van wat is nou precies mijn kledingstijl. Ik heb ook bijvoorbeeld borden met interieur, maar ook met DIY's die ik nog een keer wil doen. Ik ga er heel veel ideeën vanuit op, zeg maar. Dus eigenlijk op die manier. En ik vind het gewoon super leuk. Dus dat is zeker een aanrader als je snel leuke en goede inspiratie wil opdoen. Dan, Pinterest, dat is natuurlijk op internet. En ik gebruik natuurlijk ook Instagram om af en toe wat dingen inspiratie op te doen. Maar YouTube is natuurlijk ook een heel groot deel van mijn inspiratie. Ik kijk echt heel veel YouTube. Ik denk dat ik echt wel een paar uur per dag op YouTube zit. Niet alleen voor mijn blog en zo, maar ook om andere YouTubers te kijken. Bijvoorbeeld Shameless Maya. Zij is echt gewoon... super inspirerend voor mij. De naam, zeg maar, op YouTube zegt het al. Shameless heeft echt van alles gedaan. En ik heb al haar video's gekeken, volgens mij. Echt een stuk of 2-3 keer. En ik vind haar gewoon super tof. En ze maakt mooie video's. En haar beeldmateriaal vind ik echt ontzettend tof. Verder, Mr. Kate. Dat eigenlijk, die hoort eigenlijk bovenaan te staan. Want dat is gewoon echt mijn favoriete YouTuber. Ze maakt super vette video's met een crew ook. En ze maakt hele leuke DIY's. En ik hou van haar style. En ik hou van hoe ze het doet en zo. En ik vind het echt super leuk. Ja, eigenlijk kijk ik van alles en nog wat. Ik kijk echt Nederlandse YouTubers. Ik kijk jongens. Ik kijk meisjes. Ik kijk Amerikaanse YouTubers. Ik kijk Italiaanse YouTubers. Frans, Duits. Echt alles gewoon. Dan heb ik natuurlijk internet gehad. En uiteraard zijn er nog veel meer sites waar ik inspiratie uit kan ophalen. Maar dit zijn toch wel de meeste sites... waar ik inspiratie vanuit op doe. Verder heb ik natuurlijk ook tijdschriften. Daar haal ik ook best wel veel inspiratie vandaan. Soms dan krijg ik een tijdschrift of koop ik een tijdschrift. Dat is toch weer even anders dan een site. Ik heb het idee dat in een tijdschrift, daar staan natuurlijk veel minder dingen op dan het internet. Daar staat echt alles op natuurlijk. Als je een tijdschrift in je handen hebt, dan voel je het aan. En je hebt, ik heb zelf het idee dat ik er meer focus op leg. Meer focus op wat ik zie en tot dieper in de details. Omdat je eigenlijk maar veel minder plaatjes hebt. Kijk, op het internet heb je zoveel plaatjes. Daar kijk ik niet elk detail in. Ik kijk niet elk detail. Ik zie niet alles. Ik ga er niet echt op door. Omdat er is zoveel te zien. Dus ik blijf gewoon scrollen totdat er iets is wat me echt aanspreekt. Wat gelijk bam opvalt. Maar in een tijdschrift kijk ik echt alles. Omdat ik daar kans gewoon zonde vind van een tijdschrift. Dus ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel, maar op een tijdschrift heb je toch sneller dat je dingen opvalt. Ja, ik vind dat gewoon super tof om te zien. En daar haal ik dus ook weer inspiratie van uit. Vervolgens, als je die tijdschriften een tijdje hebt bewaard en je weet dat je ze allemaal hebt gelezen, et cetera. Ik heb ook een stapeltje tijdschriften in mijn kast liggen. Dan kan ik er ook een moodboard mee maken of een leuk visionboard. Nou,
Ik heb dat ook gedaan, al meerdere malen. En ik blijf het gewoon leuk vinden, want ik haal er gewoon super veel inspiratie uit op. Ik ben natuurlijk een YouTuber en ik krijg ontzettend veel ideeën en creatieve reacties en lieve reacties en allemaal motiverende reacties van jullie. En dat is ook wel echt een van mijn meest grote inspiratiebronnen. Ik heb dat soort reacties wel echt nodig om mijn motivatie vooral te behouden, dat uiteraard. Maar ook om mijn inspiratie te houden, want soms dan heb ik echt zo'n dipje dat ik zeg van ik heb even geen inspiratie. En bijvoorbeeld post ik dan een Instagram post van jongens, hebben jullie nog inspiratie? En dan krijg ik zoveel reacties van jullie. En dat vind ik heel erg tof, want ik weet gewoon dat jullie allemaal zitten te wachten op leuke video's. En ik vind het dan gaaf als jullie een video idee erin sturen en dat ik dat al kan maken. En dat je opeens die video ziet en dat je denkt, hey, die heb ik ingestuurd. Dat is super tof dat ze er echt naar luisteren. De ene video is makkelijker dan de andere, maar ik ben al heel blij met jullie ideeën altijd. Dus heb je nog ideeën? Laat ze achter bij de comments. Verder, ik hou ontzettend veel van de zon. Ik weet niet waar ik helemaal blij van de zon. Altijd als de zon schijnt, dan word ik vrolijk, dan kom ik in een goede mood, dan ben ik helemaal open, zeg maar. En daardoor pik ik zoveel meer inspiratie op. Vandaag is het super mooi weer en heb ik opeens echt super veel leuke ideeën voor video's en voor andere dingen. Dus zo kan je wel zien, het weer scheelt echt heel erg. En daarom, als de zon schijnt, ga ik zoveel mogelijk naar buiten. Lekker even vitamine D oppikken. En ik ga straks ook weer lekker in de zon zitten als ik deze video heb opgenomen. Ja, sta gewoon open voor inspiratie. Ik weet hoe moeilijk het is. Deze video is voornamelijk ook voor mensen die bijvoorbeeld ook een YouTube kanaal hebben. Goed, ik maak deze video veel te lang. Ik moet echt stoppen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik wens jullie heel veel succes met het opdoen van inspiratie. Ja, tot de volgende keer.